Ja, dat is wel een beetje mijn... Een beetje? Dat is, als je dom bent, is het niet best. Natuurlijk. Nee, dit is verschrikkelijk. Je poging slim om te komen maakt je dom. Ja. Joh, je bent 39, nog op 30, 40, 50 jaar, dan ben je dood. Je gaat toch niet je hele leven bezig zijn met hoe je overkomt, of je slim bent of niet? Ja, dat is toch wel belangrijk in het leven. Ja, dus, vreselijk. Ja, dat klinkt wel heel treurig, inderdaad. Je luistert naar de Omdenken podcast. Mijn naam is Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoek ik of we het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen en soms kun je een verwachting loslaten. Af en toe zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. En in sommige gevallen lukt het om je probleem daadwerkelijk om te denken. In deze aflevering ga ik in gesprek met Leonie. Ze is bang voor e-mails. Ze durft ze niet te openen en laat ze dus maar ongelezen in haar mailbox staan. Geen handige strategie natuurlijk, want ooit moet je ze natuurlijk wel lezen en, erger nog, beantwoorden. Ik probeer met haar te achterhalen waar deze angst vandaan komt en, vooral, hoe ze ermee om zou kunnen gaan. Nou, de beginvraag is eenvoudig en die is, wat is je vraag of probleem? Mijn probleem is dat ik bang ben voor e-mail. Je bent bang voor e-mail? Ja, en dan met name e-mail van bepaalde personen, waar ik zeg maar hoog aanzien van heb. Aha. Vind ik heel eng om die te openen. Dat doe je dan niet, die laat je dicht? Op een gegeven moment moet je natuurlijk toch wel. Ja, uiteindelijk moet je wel, maar het liefste stel ik dat wel uit. Want ik ben bang voor een negatief bericht over dingen. En dat is dan echt werkgerelateerd, hè? Ja. Dat ik dingen niet goed heb gedaan of dingen anders moeten of slecht nieuws. Dus dat is voor mij wel een probleem in mijn dagelijkse werkzaamheden. En even voordat we verder verkennen waar je dan precies bang voor bent of wie dat zijn. Kan je het beeld schetsen, hoe lang heb je het al en hoe groot is het probleem? Ik kan me niet herinneren dat het er niet is geweest. Dus eigenlijk mijn werkende leven is dat wel geweest. Dus in die zin heb ik daar dagelijks mee te maken. En het levert stress op. Ja, mail is dus heel vervelend voor jou. Er staan de mailtjes onder ongeopend en per definitie stress. Nou, niet allemaal. Het ligt er echt wel aan van wie die vandaan gewone komt. Gewone mensen of sukkels of anonieme e-mail maakt helemaal niet uit. Nee, maar dat maakt wel. Bepaalde mensen. Bepaalde mensen, inderdaad, vind ik dat. En dat zijn mensen die invloed op jou hebben, neem ik aan. Ja. Of macht over jou, of iets te zeggen over jou. Ja. En dan ben je bang voor negatieve dingen. Ja. Wat is het allerergste wat er zou kunnen gebeuren dan? Ja, met name dat ik iets niet goed heb gedaan. Fouten heb gemaakt, dingen verkeerd heb gezien, dat ze niet blij zijn met wat ik misschien zelf heb gestuurd als de reactie is op. Ja, vooral een negatieve lading. Wat je hebt het fout gedaan. Ja, ik heb het fout gedaan. Ja, dat ben ik altijd heel erg bang voor, Dat kan terecht zijn, laten we dat eens het kan zijn, dat je gewoon iemand mee niet altijd fouten maakt. Ja, dat zou kunnen, ja. Of dat je op een functie zit die gewoon veel te hoog gegrepen is voor jou. En dat niemand dat tegen je durft te zeggen. Ja. En dat je voortdurend fouten maakt en dat ze dat af en toe alleen via de mail durft te zeggen. Is dat het geval? Nee, eigenlijk totaal niet. Het is een irrationele angst. Ja, en tuurlijk is het wel eens voorgekomen dat je iets niet goed hebt gedaan of iets wordt afgewezen of een beetje in die trant dat het inderdaad niet goed is gegaan. Maar ja, het is wel eerder irrationeel dan dat het elke keer dat gevoel wordt bevestigd. Anders had je hier waarschijnlijk nog niet gezeten. Nee. Ja, dus er staat in je e-mail staat een aantal e-mailtjes. Sommige zijn dan zwart, die zijn ongeopend. En staat er een naam bij van iemand en dan krijg jij een fysieke reactie. Ja. Dat is dan, dan krijg je stress. Wat is je, daar heb je vast een fantastische oplossing voor gevonden. Wat is je, hoe ga je er tot nu toe mee om dan? Eerst uitstellen. Ja, dat is een goede, dat zou ik iedereen willen die nu meeluistert willen aanbevelen. Ja. Want dan gaat het vanzelf weg. Ja, want dan bouw je lekker die stress nog meer op. Ja, eerst uitstellen. Denken van, goed, dan ga ik eerst dat doen. En sowieso ben ik ook wel een type die niet continu maar kijkt hoor. Want dat, als je dat ook nog zou hebben, is het helemaal verschrikkelijk. Gelukkig. Ja, dus dat doe ik niet. En dan, wat ik dan, eerst stel ik het uit. Maar uiteindelijk, als ik dan toch al die mails zie,
Dan op een gegeven moment denk ik, ik moet er nu vanaf zijn. En dan ga ik het maar openen. Ja, maar dat is onder de last dat je hem niet opent, wordt dan zo zwaar. Ja, ik moet wel. Een bezwijkje. Ik heb geen keuze. Ik moet er gewoon aan. In die zin, ik moet, hè. Oké, stel dat je krijgt dus een mail en daarin staat, dat is waar je bang voor bent, dat je een fout hebt gemaakt. Ja. En stel dat het klopt. Want laten we even verkennen wat het ergste is wat er kan gebeuren. Ja. Dus het klopt, je hebt een grote fout gemaakt. Wat gebeurt er dan met je als iemand jou erop betrapt dat je een fout maakt? Ja, dat vind ik heel erg. Waarom? Omdat ik me... het voelt me stom. Stom en dom. Ja. En stom en dom en kan het niet. En inderdaad, misschien wat je net zei... Misschien pas ik wel helemaal niet op die functie. Ben ik wel stom en dom niet, zijn de belangrijkste eerste woorden die in je opkomen. Je bent gewoon stom en dom. Ja. Je kan het gewoon niet. Je bent ongekwalificeerd. Ja. Wat doe jij daar? Ja, stom misschien nog niet eens zo. Want ik weet, ik heb wel vaak goede sociale connecties met mensen. Maar ik denk dan nog eerder die domme kant. Van Cies is echt niet slim genoeg hiervoor. Ja. Dus je bent gewoon dom. Ja. Dat is wel een beetje mijn... een beetje? Dat is, als je dom bent, is het niet best. Tuurlijk. Nee, dit is verschrikkelijk. Dat willen we niet zijn. Nee, absoluut niet. Nee, vind ik heel erg. Dus dan kan je maar het beste een mail ongeopend laten. Dan blijf je een beetje in het midden hoe slim je bent, toch? Ja, maar dat doe ik ook weer niet. Ik maak hem wel uiteindelijk open. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ook weer dom, maar... Je moet wel. Ja, je kan ook wegkijken. Maar ja, uiteindelijk, vroeg of laat, komt het bericht toch wel bij me terecht natuurlijk. Ja. Dus even ter controle. Begrijp ik goed dat als je zo'n mailtje krijgt, wat erin staat, wat je verkeerd gedaan hebt, of de mogelijke consequentie die dat kan hebben, is allemaal vervelend, maar er is wel mee te leven. Mm. Het ergste is dat jij dan misschien jezelf erop betrapt voelt dat zij je dom vinden. Ja. Dat is het ergste dat kan gebeuren. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dit krijgen we nooit opgelost. Valt niks aan te doen. Nee. Want als jij dat vindt, en degene die deze gesprekken vaker beluisteren, deze podcastgesprekken, die kennen dit punt wel, als je hierop aankomt, dat jij een negatief zelfbeeld hebt van jezelf. In ieder geval, ik ben dom. Ja. En je zegt het ook heel snel en vlot, dat is fijn. Dus, het is snel. Een buis die vrij los, vrij snel eruit komt, zeg maar. Dit is onoplosbaar. Ja, want nou, hier zit lekker. Je in klem. Ja, ik zit klem, ja. Helaas ben je wat dom, anders had je kunnen vragen mee te denken. Maar stel je zou wat slimmer zijn. Wat nu dan? Wat nu? Ja. Ja, dat is lastig om zo'n beeld dan, wat ik denk wat misschien iemand van me heeft, om dat weer recht te trekken. Voor de duidelijkheid, waarvan jij bang bent dat iemand van jou zou kunnen... Ja. Hebben. Want of die het wel of niet heeft, dat weet je niet. Nee, dat weet ik niet. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen alleen maar dat je het verkeerd doet. Dat klopt. Toch? Het is meer dat ik zelf dat gevoel dan heb, ja. Ja. En waarom heb je dat gevoel, denk je? Ja, geen idee. Ik ben slim, hè? Ja, ik ben slim. Omdat je dat vindt zelf. Omdat je dat zelf natuurlijk vindt. Ja. Jij vindt ten diepste dat jij dom bent. En dan je doe je werk zo en dan beantwoord je wat mailtjes en dan gaat het allemaal wel goed. Totdat er iemand komt van aanzien of die macht heeft of die belangrijk is. Ja, klopt, en die zegt, ja. Hey, en dan word je onmaskerd en dan heb je door. Ja. Dat je aardig dom bent. Ja, klopt, ja. Dat is hoe het werkt. Ja. Ja, nou, daar kom je niet uit. Dat is dus een gevangenis. Ja, dat is zo. Voor jezelf gecreëerd hebt. Ja. En dat wordt alleen maar erger. En het erge is hoe ook... Hoe oud ben je als ik vraag? 39. Ja, en het erge is eigenlijk ook dat... En want het is niet alleen met mail. Ik heb het bijvoorbeeld ook wel met telefoontjes die ik krijg. Van inderdaad, van mensen die ik dan zeg maar hoog in aanzien. Slimme mensen. Slimme mensen. Precies. Je wordt nu voor degene die luistert. Ik zie dat je heel blij wordt. Dit woord is raak. Ja. Ja, die het tegenovergestelde zijn van wat jij denkt dat je bent. Klopt. Daar heb ik dan, omdat ik dan het gevoel heb van... Nou, die zijn inderdaad veel slimmer dan dat ik ben. Hoe ga ik dit gesprek aan? Dat is eigenlopig. Ja, en dan kom je nog dommer over. Ja. Dus het is zo, omdat je dan dat gevoel heb en bij mensen... Ga je pogingen ondernemen om waarschijnlijk wat slimmer over te komen door vragen te stellen of op te letten? Nee, of dan sla ik juist dicht. Maar dan is het mislukt. Dat is de mislukte poging. Dus dan wordt het eigenlijk nog erger. Ja, dan word je echt dom. Ja, dan eigenlijk de angst wat ik dan denk wat mensen van me hebben, die wordt soort van ook nog bevestigd op dat moment. Ja, want je poging slim om te komen maakt je dom. Dat is wat ik vastdenk. Poging om slim over te komen maakt je dom. Oké, dus ik moet gewoon dom overkomen. Nee, je moet gewoon dom zijn. Je moet gewoon zeggen dat je dom bent. Ja, ik snap het niet wat je bedoelt. Ja, dat. En dan zeg, hoezo snap ik niet? Ik ben niet zo slim, ik ben niet zo snel. Oh, ben jij dom? Ik zeg, ben je super dom.
En als je er op die manier over kunt praten, daarmee is je ondertoon dus, ik maak hier geen probleem meer van. Ja. Ik maak er geen probleem meer van dat ik denk dat ik een probleem heb. Jeetje. Want dat is ook maar een gedachte. Ja. Volg je? Ja, ik volg... Ja? Ja, ik ben niet zo slim, dus ik kijk... wanneer is het even... We zijn eigenlijk al bijna bij de kern van waar dit gesprek naartoe gaat. Ja. Maar even nog wat materiaal verzamelen, wat gewoon uit pure interesse van mijn kant. Hoe lang heb je dit beeld al? Ja, zolang ik me kan herinneren, denk ik. Ja. Van jongens af aan als meisje al. Ja, ik denk vanaf de middelbare school ook al wel. Want ik was wel degene die... Ik moest wel mijn huiswerk maken. En ik moest wel leren voor een proefwerk. Want al ik was wel een type die de best moest doen om school te halen. En je had ook de aanname dat andere kinderen dat ze op hun pinken konden doen natuurlijk. Dat en mijn ene zus, hoger opleiding, andere die deed niks. Die gingen er allemaal fladderend doorheen. En ik moest altijd wel hard voor werken, dus ik denk dat het toen ook wel een beetje is ontstaan. Ja. Zou kunnen dat toen al dat gevoel... Ik heb gymnasium gedaan en niet de makkelijkste opleiding, maar om me heen zaten allemaal kinderen die super slim waren. Die deden de Hebreeuws erbij en dan dacht ik, ik ben niet slim. Ja. Ik ben niet slim. Dus dat komt, dat zoiets kan door een contrast ontstaan, dat je vergelijkt met een zus of iemand op school. En dan ga je denken dat je dom bent en dan gaat het niet meer weg. Nee, dus die zit er inderdaad best wel in geworteld. Ja, en de is poging, niet... en dat is de tragiek, de poging het probleem op te lossen door slim over te komen of mail niet te openen, maakt dat het probleem natuurlijk alleen maar groter wordt. Ja, ja. Dus de verlossing zit te beseffen dat jij denkt dat je dit bent en daar geen probleem meer van te maken. Ja, maar, dus het is, ik denk ook dat, ik denk niet altijd dat ik het ben. Alleen maar bij slimmere mensen. Ja, inderdaad. Alleen maar slimmere mensen. Ja, die hebben jou door. Ja. Hele domme mensen. Dan gaat het best goed, Dan kan ik het ook. Ja, dat klopt, Dan zitten we in de vorm van, je moet gewoon accepteren dat het zo is. Nee, je moet accepteren dat jij denkt dat zo is. Ik denk dat het zo is. Het is eigenlijk nog veel simpeler. Dat je dom bent, daarmee zeg je iets over wie jij bent. Altijd, overal en altijd. Over je identiteit. Maar soms snap je iets wel en snap je iets niet. Ja. Hoe slim iemand ook is, als hij een nieuw vakgebied, weet ik, in een sterrenkunde fysica moet gaan betreden. Ja. En die krijgt een boek wat hij in een week moet kennen. Dan kan hij het ook niet. Nee. Dus of je iets wel of niet begrijpt, heeft niets te maken met wie jij bent. Maar alles met hoeveel tijd je hebt en hoeveel vragen je hebt kunnen stellen. En hoeveel je erop hebt kunnen leren. Ja. Alleen jij geeft jezelf die ruimte niet op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt dat iemand jou misschien dom vindt. Omdat jij een soort heel vastomlijnd zelfbeeld hebt dat je dat bent. Altijd en overal en per definitie. Alsof je een soort gebrek aan talent hebt op slim gebied. Ja, want ik heb dat ook wel in mail heb ik dat. Maar ik heb dat ook wel inderdaad in gesprekken. Dan inderdaad met die slimme mensen. Dan kan ik dat wel echt ingewikkeld vinden om daar goed naar te luisteren. En dan daar ook goed feedback op te geven. Omdat je inderdaad... slim wil zijn. Ja, de helft van jouw brein is gewoon bezig met in paniek te zijn om niet dom over te komen. Dus je hersencapaciteit gaat allemaal ten koste van gewoon luisteren en vragen te stellen. Klopt, En af en toe denk ik, wat zegt diegene nou eigenlijk? Omdat ik daar te veel mee bezig ben. Ja, want je zegt om dan slimme antwoorden te geven. Maar dat lukt dan dus niet. Nee, want je bent niet bezig met naar die persoon te luisteren. Je bent bezig met niet dom over te komen. Ja. Je bent met een ander project in dat gesprek bezig. Ja, en dat is... Echt heel dom eigenlijk, als je zo super bent. Super dom. En wat is dan de bevrijding? Want dit is eigenlijk rond, zeg maar. Ja, de bevrijding is... dat vind ik echt wel lastig. Dan accepteren dat ik dat blijkbaar denk. Dat ik dommer ben dan de... Of dat het niet erg is ook. Nee, ja. Dat er is natuurlijk verschil in intelligentie, in die niveaus, en hoe mensen bepaalde dingen aanvliegen of aanpakken of tegenaan kijken. Ik zou nog zachter zeggen, er is verschil in kennisniveau. Ja. En sommige dingen snappen misschien dingen iets sneller dan anderen, maar de een loopt ook harder dan de ander. Ja. En als je ergens wil komen, loop je gewoon toch iets langer door dan. Ja, de bevrijding zou zijn is dat het niet erg is. Ja. En dat het niet erg is om dan vragen te stellen. En dat het niet erg is om dingen niet te snappen. Waarschijnlijk zit daar de bevrijding in. En om je erbij te helpen, is dat als je iets niet snapt en mensen zeggen ik snap dat niet, om dan gewoon meteen zelf te zeggen, dat komt omdat ik dom ben.
En dan met een glimlach erbij. Ja. Dan is het onderwerp weg. Van dat je zegt, ik ben blond, ja, ik snap het niet. Ja. Kan er ook niks aan doen. Ik verbaas me nog over wat ik af en toe wel begrijp eigenlijk. Dat is dat je de humor van maakt. Ja. Dat je een spel mee speelt. Ja. Dat je boven jezelf hangt. En dat je kijkt, wat grappig van Leonie, dat ze zichzelf dom vindt. Ja. Maar en dat je daar met liefde naar kijkt. Ja. Met liefde naar jezelf kijkt, hoe je worstelt met dat hele gedoe van dom zijn. Wat ik hier toepas, is de strategie van het etaleren. Deze omleggstrategie kan verschillende vormen aannemen, maar in het geval van Leonie adviseer ik haar de If you can't hide it, paint it red strategie. Toon bewust wat je normaal gesproken juist wilt verbergen. Sterker nog, speel, acteer, vergroot, overdrijf en overdrijf nog wat extra. Wat je probleem ook is, ik raad je altijd aan om ermee te spelen. Door met problemen te spelen krijg je macht en controle over ze en, misschien nog wel belangrijker, kom je tot de ontdekking dat je in de meeste gevallen niet je probleem bent, maar dat je een probleem hebt. Als je alleen al de strategie van het etaleren in de praktijk gaat brengen, zal je merken dat het leven voor jezelf en de mensen om je heen een stuk leuker, luchtiger en creatiever wordt. Joh, je bent 39, nog op 30, 40, 50 jaar, dan ben je dood. Je gaat er niet je hele leven bezig zijn met hoe je overkomt, of je slim bent of niet. Ja, dat is wel belangrijke dingen in het leven. Ja, dus, vreselijk. Ja, dat klinkt wel heel treurig. Inderdaad, dat is zo zeld. Maar dit klinkt te makkelijk. Je kan het natuurlijk pas loslaten op het moment dat je weet dat jij dit systeem in stand houdt. Je moet zien dat het zo werkt. Ja. Ja, nee, dat zou wel een bevrijding zijn, inderdaad. Het is niet erg. Ik ga die vraag stellen en maar kom ik maar door me over. En daarboven staan, dat is wel, ja, ik snap zeker wat je zegt. Wat bij mij valt. Ja, knap, hè? Ja, zo. Ja, maar in de uitvoering is het natuurlijk ontzettend moeilijk. Als ik me dat nu probeer voor te stellen, ja, dan moet ik dus uit dat gevoel wat ik altijd heb, moet ik dus uit gaan stappen. En dat doe je door gewoon te zeggen, ik ben dom. Door dat gewoon te gaan communiceren. Ja. Als grap, hè? Met een, ik snap er niks van, hoor. Ja. Dit gaat mijn pet te boven. Jij bent zo slim, ik begrijp die taal niet. De grap is, dit is ook onderzocht. Als mensen gewoon een vraag stellen en daarmee aangeven dat ze het willen begrijpen, dan komen ze dus heel slim over op precies datzelfde moment. Ja, terwijl ik het ook weer vaak anders denk. Als ik die vraag stel, kom ik dan niet heel dom over? Nee, maar dat komt door de school. We hebben met z'n allen een schooltrauma. De meester legt iets uit. Ja. Als je dan vragen stelde, dan werd je ontmaskerd als zijnde dom. Terwijl in het gewone leven, mensen vertellen dingen en dan wil je het weten. Je wil het echt begrijpen. Ja. Wat zit er dan achter? Of hangt dat mee samen? Of wat bedoel je dan precies? Dus er zijn allemaal hulpvragen die maken dat als jij die stelt, dat de ander denkt, goh, Leonie wil het echt begrijpen. Of ze denkt erover na. Of ze wil weten wat ze ermee kan. Ja. Oh, wat slim. Dus een vraag stellen is in heel veel gevallen, niet per definitie. Nee. Een vraag kan zijn dat je, begrijp je dat niet, dat je dat nog vraagt. Ja. Maar in de meeste gevallen is een vraag een teken van het feit dat iemand zich erin verdiept. En dat hij dus het probeert te begrijpen en slim is. Ja, geen vragen stellen is veel dommer natuurlijk. Gewoon helemaal niks vragen terwijl je het niet begrijpt. Ja, en dat stapelt zich dan helemaal op als je die vraag dus niet stelt. Want dan wordt het weer fan. En dan wordt het een soort van warboel. Dat heb je niet begrepen. Maar je moet gewoon acteren alsof je het begrijpt. Ja, maar die eerste begin heb je het al niet die vraag gesteld. En het bouwt zich op. En het wordt alleen maar complexer en een warboel. En dan ben je jezelf helemaal verloren. Ja. Als je dan die vragen niet hebt gesteld, ik zit inderdaad met een heel slim iemand aan tafel en ik moet het dan terugkoppelen, dan heb ik wel een probleem. Dan denk ik, heb ik het wel goed begrepen? Nee. Want je haakt in het begin al af, je durft er geen vragen te stellen. Nee. En het hele gesprek was je bezig met te zorgen dat je niet dom overkomt. Ja, dus je hele brein is in paniek met allemaal andere dingen dan gewoon nadenken over wat er aan de hand is. Ja, dat klopt, ja. Er is ook niks mis mee als iemand iets verteld heeft, je begrijpt het niet. Dan zeg je, ik probeer het te begrijpen, maar kan je het gewoon nog een keer van begin af aan goed uitleggen? Want daar is niks mis mee. Nee, ik vind het ook niet erg als andere mensen dat doen. Dus dat probeer ik me dan ook wel van, draai het eens om, hè. Dat vind ik natuurlijk ook helemaal niet erg. Dat vind ik ook niet per se iemand dom of zo. Maar het is gewoon mijn eigen gevoel dat ik dan in dat web vastzit en ik kom er niet meer uit. Het wordt te complex. Elke poging om slim over te komen, maakt je dat je wat dommer overkomt. Want je stelt geen vragen, je begrijpt het niet echt. Dus een poging, en mail niet snel beantwoorden is ook niet geen handige strategie. Maar goed, dat weet je zelf al. Eigenlijk maak je het veel erger ermee. Ja. Ja. En dan wordt het uiteindelijk toch nog bevestigd. Dan is het ook nog zo. Altijd. Omdat je die vraag niet stelt. Het komt uit. Het bewijst zichzelf. En dat is heel frustrerend. Dus De grote bevrijding zit hem erin. Dat momenten dat jij denkt zelf, ik ben dom, om dat meteen te zeggen. Ja, dan kom je, ik ben dom, ik begrijp dat niet. En door het zo te zeggen, is het van de agenda af.
Want je hebt een woord gegeven. Dat woord hangt boven de tafel en dat zweeft dan weg. En dan ga je concentreren verder weer op het gesprek. Ja. Ik ben dom. Ja. Ja. Dat zij dan dom, denken van, nou, dan gaan we nog even extra goed uitleggen, want zij is dom, ze snapt het niet. Nee, mensen begrijpen wel dat het een grap is. En dan mensen zeggen, nou, zo dom ben je dan niet. Zeg je wel, ik ben echt heel dom. Ja, onderschat dat. Dus mensen ga je naar boven doen, dan moet je niet in meegaan. Dus ga daar een spel mee. Ja. Maak het probleem lichter. Lichter en gooi het meteen op tafel dat het zo is. En dan ga de moeilijkste mail als het kutklusje is. Dat heb ik geleerd van Ben Tichelaar. Een hele mooie aanbeveling. Dat geldt voor elke dag. Maar voor elk dagdeel dat je klussen doet. Of wat. Ja. Begin altijd met het moeilijkste allereerst. Dus pak dan, je hebt je zucht even voor degene die luisteren. Ja. Dus vanaf morgen doe de allermoeilijkste mail meteen aan het eerst. Boem, en dan werk je hem weg en dan klaar. En dan, daarna wordt het makkelijker. En niet uitstellen. Uitstellen wordt is verschrikkelijk. Ja, dat doe ik wel. Ja. Gewoon de hel in. Telefoontjes en mails die complex, ingewikkeld zijn, eng in bepaalde gevallen. Nou, dat kan straks ook wel, weet je wel. Nee, dat is heel erg uitstellen. Je moet je juichend oppakken. En wat het leuke is, daarna wordt de rest van de dag steeds lichter. Ja. Dus werk van zwaar naar licht in plaats van licht naar zwaar. Ja, en vaak valt het ook wel mee, hoor. Het is meer de... Ja, want veel erger dan die mail is in je beeldscherm die ongeopende mail zien. Dat is je denkt, wat zit daarachter? Ja. Ik ga nog eventjes wat anders doen. Ja. Ja, wordt alleen maar groter dan. Ja. Nou, voor degenen die luisteren, omdenken hebben ze 4 kwadranten. Waarnemen, oplossen, loslaten en omdenken. En dit vraagstuk eindigt dus in het kwadrant loslaten. Dus de aanbeveling is, laat het illusionaire beeld los. De fictie dat jij vindt dat je een dom iemand bent. Je moet communiceren dat je denkt. Maar dat denk je niet echt. Alleen je bent je er bewust van dat je dat denkt. Ja. Ja. Je voelt dat je dom, dat is een ervaring. Je voelt dat. Dat is een overtuiging. Ja. Maar als je er met verstand naar kijkt, weet je dat je soms dingen begrijpt. En soms begrijp je dingen niet. Het geldt voor jou en het geldt voor iedereen. Ja. Dus met het zit in je overtuiging dat je dom bent. Ja. Maar je weet, met je verstand kan je redeneren. Valt best mee. Ja. Soms snap je ze niet, soms is wel. En wie je bent, ben jij altijd dom, overal? Dat slaat ook in mijn nee, dat is maar zo. Maar dat is wel je overtuiging. Ja. Dus door die overtuiging los te laten, is het probleem verdwenen. Dat is dan wat het met omdenken te maken heeft. En, en het hulpmiddel om het los te laten, die overtuiging, is dat gewoon te zeggen. Want dat is namelijk ook niet waar. Ja. Ik ben heel slim is niet waar. Dat is voor niemand trouwens waar. De slimste mensen begrijpen ook dingen niet. Maar ik ben heel dom is ook niet waar. Nee. Dus door het gewoon te zeggen, dwing je brein dat los te laten en wat meer te gaan zweven naar het gebied tussen dom en slim in. En daar gewoon te gaan leven, waar iedereen als het goed is leeft. Ja. Voor mij zou dat met name heel fijn zijn dat dat er dan uit is. En dan kan je inderdaad gewoon goed een gesprek bijvoorbeeld aangaan en die vragen stellen. In plaats van bezig te zijn, ben ik hier niet, ben ik niet te dom? Of, en dan vooral de domste. Want bij dommere mensen is het probleem, doet het probleem zich niet voor. Nee, daar heb ik het eigenlijk niet. Dus het is vooral bij mensen die ik... Waarvan jij denkt dat ze slim zijn. Ja. En nog even naar de toekomst toe. Ja. Dit zal zo'n maand of 2, 3, 4 zal dat je nog wel blijven achtervolgen. Want dit zit zo lang als overtuiging, draag je het al met je mee. Vanaf je vroege schooltijd tot nu. Er zullen heel veel momenten komen dat als jij iets niet begrijpt, dat je niet gewoon denkt, ik begrijp het niet. Maar dat je denkt, oh zie je wel, ik ben dom. En betrap je daarop en elke keer denk je, oh grappig, ze denkt dat. Mm-hmm. Ze, niet ik, maar ze. Mm-hmm. Grappig, Leonie denkt dat over zichzelf. Ha, 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 ha. Dan gaat ze weer. Ja. Op een gegeven moment is het weg. En ook als je dit wat vaker zegt, van ik begrijp gewoon niet, want ik ben dom. Op een gegeven moment zullen mensen ook zeggen, hoef je niet eens te zeggen, wat een onzin, dat zij je gaan helpen. Ja. Maar blijf het maar gewoon zeggen. Ja, gewoon daar niet bang voor zijn. Dat ga ik zeker proberen. Ja, ga ik wel echt proberen. Ja. En inderdaad meer voelen op de momenten wanneer ik dat heb en dat proberen los te laten en daar op een bepaalde manier mee om te gaan met die vragen stellen. En dat je op een gegeven moment denkt, iedereen... Waar is ze mee bezig? Waar het tot nu toe zo was, dat als je dacht dat het pijnlijk was, vanaf nu als je denkt, zie je het als humor. Maak er gewoon een grapje van en uiteindelijk... Een grapje, een grap. Een grap. Ja, dat is een groot ding, dus grote grap. En doe dat ook bij hele eenvoudige dingen. Dat mensen zeggen, dit is de afstandsbediening. Ja, die snap je toch niet. Die speel er ook. Ja. Dat je het ook nog gaat uitvergroten op bepaalde momenten. Ja. Ik zie het altijd als iets heel ergs. Maar dan zie je het meer als een iets grappigs. Gedoe. Inderdaad. Als gedoe. Ja. Als gedoe, joh. Toegeven is heel... Dat is natuurlijk ontzettend lastig om te doen. En misschien als je het op die manier een soort van toegeeft, is dat dan ook weer... Ja, zelfs ongevraagd toegeven. Ongevraagd toegeven. En gewoon meteen in het gesprek gooien. Van, dus voordat zij het überhaupt maar kunnen denken, heb je het zelf al gezegd. Ja.
Nou, dat kwam wel als mijn bevrijding werken, denk ik. Heb je het allemaal een beetje begrepen? Ja. Ik denk het wel, gek genoeg. Anders stuur ik wel een mailtje met een samenvatting. Ja, lekker. Kijk of ik die durf te openen. Ja, zeker. Ja, ik ga daar absoluut mee aan de gang. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat voelen. Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar, want ik vind het ook eng om dat te doen. Ja, want dit is je grootste angst. Ja, ik vind het echt eng. Dat ze dat van je zien. Dat je jezelf blootlegt van, nou ja, dit is wie ik ben dom. Dus ja. Nou ja, dat zeg ik maar alvast. Ja, dat vind ik wel heel spannend. Of nou, dom, beperkt van IQ. Er zijn synoniemen die misschien nog... Ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk weer gradaties in. Ja, ik heb een verstandelijke max bereikt nu. Ga ik zeker mee aan de gang. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik daar nu dan naar ga kijken. Okay. Nou, veel plezier met die... verdere zoektocht. Ja, nou, dankjewel hiervoor. Met plezier gedaan. Oké, dankjewel Bertolt. Bedankt voor het luisteren. En dat menen we, want de podcast is inmiddels al bijna 1 miljoen keer beluisterd. 1 miljoen. Dat is echt bizar veel, dus dankjewel daarvoor. We zien ook dat oude afleveringen nog heel vaak teruggeluisterd worden. Dus ben je nieuw hier, dan staan er nog 29 andere podcastafleveringen voor je klaar. Bovkomt. En tot slot ook nog even een huishoudelijke mededeling. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, hebben we op omdenken.nl ook een webwinkel. Daarin vind je uiteraard al onze boeken over omdenken, maar ook dingen die perfect zijn als Sinterklaas of kerstcadeau. Zoals de scheurkalender, agenda's, een kaartspel voor kinderen, kerstkaarten en nog veel meer. Maar we publiceren deze podcast op 18 november. Dus dat betekent dat PostNL het vanaf nu steeds drukker gaat krijgen met het bezorgen van pakketjes. Wil je dus jouw omdenkcadeaus 100% zeker op tijd in huis hebben, dan moet je ze nu vast bestellen. Dan ben je alle decemberstress voor. Heerlijk toch? Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.